Hallo allemaal en leuk dat je weer naar deze video kijkt. In deze video laat ik je zien hoe je de envelopperand kan maken van je mozaïek teken. In deze video laat ik je zien hoe je al die eindraadjes zeg maar netjes wegwerkt in een envelopperand. En dat ga ik je in vogelvlucht nu laten zien. Kijk je mee? Goed jongens, daar gaan we dus. De envelopperand. Uh, het lapje is bekend en dat lapje dat heb ik in de instructievideo voor het mozaïekhaken zeg maar al stap voor stap uitgelegd. Nou, wat gaan we doen? Ik heb even een rode draad dus gepakt. En ik heb al een stukje gedaan voor jullie om te laten zien hoe het er dan uit gaat zien. En bewust rood, zodat je expres heel goed kan zien waar ik dus zometeen aan het haken ben. Nou, wat gaan we doen? Je haakt uh, halve vaste uh, in de kantsteek rondom. Dus dit is zeg maar de rand waar al die draadjes hangen en al die draadjes gaan we straks eens mooi in het envelopje zeg maar, uh, verstoppen. Uh, een halve vaste dus, dat doe je ook aan de onderkant. Wederom weer aan de zijkant in de kantsteek haak je ook weer halve vaste. En dan uh, de bovenkant doe je dat ook. Nou, dan ga ik zo even afmaken, dan laat ik even gelijk de achterkant ook zien. En wat krijg je dan? Dan zie je hier dus ook al die lusjes zitten. Hier gaan we straks stokjes in haken. Dit is de achterkant waar we stokjes in gaan haken. En aan de voorkant gaan we strakjes in dit lusje, dus die aan de binnenkant van je deken zit, zeg maar. Gaan we ook stokjes haken. Nou, ik ga dit nu heel even afmaken om te laten zien wat we dus, uh, wat je eigenlijk moet doen. Nou, een halve vast, dat kent iedereen. Oftewel, je haalt je draad op. En ik ben een breindehaker haker, zoals vele mensen weten. Uh, een tip, let heel goed op dat je dit niet te strak doet, oh. zodat je zeg maar uh, goed bij je steken kan strakjes. Even zien, uh, hier moet ik nog in. En dat is eigenlijk hetgene wat je dus rondom de hele kerstdeken of rondom de Delsblauwe deken dus daadwerkelijk moet gaan haken. Het zijn dus alleen maar, kijk deze is heel strak zag je, uh, halve vaste die je dus daadwerkelijk, als die wil, <laughs> haakt. Nou. Dat is tot het einde van de toer. Doe ik dat nog even. En dan is het eigenlijk, dan pak ik een schaar erbij en dan knip ik de draad af. Want we beginnen met de achterkant van de deken strakjes om de stokjes te gaan haken. Die was erg los, maar dat maakt niet uit voor een proeflapje. Dus hou daar rekening mee. Niet te strak haken deze toer. Even kijken, nog twee. En dan uh, zijn we er. Dit. dit is het begindraadje. Die heb ik niet nodig. Ik pak D. Oh, daar ging die jongens. Het is nog koud. Het is heel koud in de winkel vandaag. Het is dus volgens mij min 10 voelt het aan. Waardoor mijn vingers een beetje aan, het, uh, aan de bibberitis hebben. Maar dat geeft niet. Even kijken. Nog eentje. En dan heb ik hem. Nou, dan pak ik even een schaar. Even zien waar die is. Zo. Uh, knip hem dan af. En dan ga ik hem zo opnieuw aanhechten. En dan ga ik je even laten zien hoe we verder gaan. Oké. Okay. Ik heb mijn draad afgehecht. Ik heb hem vervolgens. Heb ik uh, mijn lapje. Jullie deken. Omgedraaid, dat is dus de achterkant. Heb ik hier in de eerste steek, net na de hoek, heb ik de draad aangehecht en heb ik twee lossen gehaakt. Nou, vervolgens ga je dus in die lusjes stokjes haken. Het eerste stokje heb ik ook al gemaakt. Nou, iedereen weet hoe hij een stokje moet maken. Dus je slaat hem om, je doet hem in dat draadje hier zo, en dan er doorheen, door twee en door twee. Nou, dat ga je eigenlijk door uh, in, in al die steekjes aan de achterkant. Dat is even een pielwerkje in eerste instantie. En plus het feit dat mijn haaknat gewoon veel te groot is. Ik ben nog gewisseld, zoals je kan zien, van een 6,5 naar een, uh, een, een 6. Maar als die eenmaal zit, dan zit dat goed. En dan kan je hop, verder kan je dan. Dus uh, zo haak ik stokjes in ieder lusje. Ik trek ze even iets naar voren. Om. Uh, uh, stokjes te haken en als je dan op een gegeven moment weer in de hoek bent, dan haak je dus vier stokjes in de hoek. Dus kijk, dat is eigenlijk het enige wat je dus gaat doen. Dus kijk, laat eens even zien. Ik heb nu de stokjes in die lusjes gemaakt hier zo en dan in de hoek doe ik er strakjes vier en hier ook en hier ook en je dan nog eigenlijk uh, uh, ook nog vier zeg maar. Nou, dat doe je vervolgens en dat doe je in totaal doe je dat moet ik heel even spieken. Uh, drie toeren doe je dat. En dan is de ene kant is dat klaar. Nou, ik ga heel even dat toertje doen en daarna dan draaien we hem om en dan doen we het aan de voorkant ook nog even een keer. Oké, okay, zoals je kan zien ben ik rondom gegaan met dus vier stokjes in de hoek. Kijk, en ik haak nu met Mr. J. Woolley. Dus het ziet er heel groot uit. Maar met jouw kerstdeken, of je deels blauwe deken of welke deken je aan het haken bent, is het vaak een wat dunner garen. Uh, waardoor je dus drie toeren nodig hebt. Ik heb hier totaal geen drie toeren nodig. Ik laat het nu even zien met één toer. Ik ben dus even rondom gegaan en heb dus al die lusjes heb ik dus uh, stokjes ingehaakt. Nou, dan draai je je werk om. Ik heb hem hier ook alweer even aangehecht, zoals je kan zien. En nu is het belangrijk, ja, want ik heb hier mijn lossen gedaan. Is dat je dus let even goed op. Want je hebt hier twee lusjes. Eentje in de buitenste rand rondom en eentje in de binnenste rand. We gaan in dat binnenste, binnenste lusje, daar gaan we in zitten haken. Dus ik zal het even laten zien. Ik heb dus aangehecht met twee lossen. Dat telt dus dan ook weer als je eerste stokje in dit geval. En dan gaan we eigenlijk gewoon weer helemaal rondom. Kijk, ik pak dus als die wil. Even zien waar ik in moet. Hier zo moet ik in. In dit lusje, deze, let goed op. komt die. En als je dan goed kijkt, blijft die andere daar zitten. Dus ik pak hier het voorste lusje. Dus ik haak in alle voorste lusjes wat je dus ook tijdens het mozaïek haken hebt gedaan. Uh, dit is mijn voorste lusje dan. Uh, uh, een stokje. Dus je haalt hem op. Gewoon weer door twee. En weer door twee. En dan ga je dus weer rondom, ga je dat dus weer doen. Hè? Dus je pakt. Het lusje wat het dichtst bij je is in dit geval. Daar is die. En, dan, en jullie gaan dat dus drie toeren in totaal doen. Nou, dit doe je dus wederom weer helemaal rondom met vier stokjes in de hoek. En ik heb mijn draadje al wat korter afgeknipt, want dat zit gewoon goed vast. En die ga ik strakjes dan uh, in de rand verwerken. Dus overal een stokje in het binnenste lusje, dichtst bij het deken zeg maar. Vier in de hoek. En als je dat hebt gedaan, kom ik zo weer bij je terug. Oké. Okay. De voorkant heb ik dus ook rondom met stokjes gehaakt. En wederom weer die vier in de hoeken. Nou, nu is het eigenlijk nog, in dit geval bij dit proeflapje, uh, is het dicht haken. Nou, dat doe je gewoon met vaste. Dat. En dat is gewoon door het hele voorste stokje. En door het volledige achterste stokje. Dus het zijn gewoon vaste. En dan kan je zelf kiezen of je dat uh, met de kleur rood doet. Of met groen. Of met wit. Of met crème. En als je gewoon lekker nog een bolletje goud hebt. Kan je dat ook met een bolletje goud doen? Dat maakt er allemaal niet uit. Uh, maar je haakt dus uh, eigenlijk gewoon vaste door al die lusjes heen en dan wordt hij dus dicht. Dan heb je dus je envelopje dichtgelikt of dicht gemaakt, zeg maar. Nou, dat doe je dus verder rondom. Ga je dat in al die stokjes doen? En als je dan aan de zijkant bent, hier zo. Kijk, daar zitten die draadjes dus tussen. Die leg je naar binnen toe. Je legt hem erop. En je haakt ze dan hier aan de zijkant dicht. Dan krijg je dus dat al die draadjes aan de binnenkant zitten en dat hij dus mooi vast zit. Dat is dus de envelopperand en dat ziet er dan uiteindelijk zo uit. Kijk, dit is met Mr. J. Artis gedaan. Er zitten dus drie toeren stokjes in en eerst de bovenkant met vaste in het ja, crème zeg maar dicht gedaan. En de draadjes zitten hier dus binnenin. Dat is alles. Een kind kan dus de was doen met deze envelopperand. Nooit meer draadjes afhechten. Ideaal voor allemaal projecten waar je dus heel veel draadjes hebt hangen. De envelopperand. Vond je deze video ook zo leuk? Laat het even weten in de reactie hieronder. Thumbs up en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte bent als er weer een nieuwe video verschijnt. Ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!